Hallo Lens. Ja, daar was ik dan niet bij. Maar ik ben een paar keer bij jullie geweest. In het oosten van het land. Ja, ja. Het is niet normaal hè, wat daar gebeurt. Er gaat een boekwinkel open op zondagochtend in een verlaten winkelstraat. Er staan dromme mensen voor een etalage eruit te wachten tot je komt. Ja. Ja. Heel raar. Ja, we hadden net over... dit is ook dan weer niet echt bescheiden. Maar er komen gewoon 400-500 mensen. Wil je komen... graag bescheiden zijn? Nou, ik wil wel... je moet het wel kunnen relativeren. Je moet niet te veel in jezelf gaan geloven. Nee. Maar wat we meemaken is wel bizar. Ja. Zo'n Lowlands tent was meteen uitverkocht. 400 mensen. Daar was ik nog nooit geweest. Ik wist niet eens wat het was. Nee. En er werden ook nog een keer honderden mensen geweigerd. Nou, ik heb ook wel eens eerder op Lowlands gestaan. Nou ja, dan moet je niet te veel in gaan geloven, maar bizar is het allemaal wel, ja. Maar schrijf je nu anders? Want dit heb je allemaal geschreven nadat de bundel een succes was, of niet? Nee. Oh. Ik heb altijd 5 jaar nodig. Ik schrijf als een slak. Echt als een slak. Ja. Dus ik heb altijd 4 jaar nodig. Maar het is wel zo, je hebt meer indrukken. En ergens ben ik ook een soort fotograaf. Ik maak snapshots. Ik moet dingetjes zien en die leg ik dan vast in hele kleine dingetjes. Precies. En als je bijvoorbeeld zegt van, over wat Matthijs die begon de vorige interview met, ja, sorry Levi, maar ik dacht dat je dood was. En dat blijft natuurlijk ook bij mij hangen. Ja, dat is een dus nu heb ik gemaakt. Heeft dat een gedicht opgelegd? Ja, heel klein natuurlijk. Ja? Door menigeen vergeten werd ik voor dood versleten. Versleten ben ik wel, maar dood is iets te snel. Laten we even... Ja. Nee, maar dat komt daar vandaan. Ja, dat begrijp ik nu. Dat heb ik nodig natuurlijk. Doe er gewoon eens een paar... Nou ja, van de bundel? Van de nieuwe bundel. Ja, ook, ja. Nou, er zitten ook liefdesgedichtjes in. En het was heel grappig. Vanmiddag kwam ik dus uit Rotterdam. We moeten een presentatie van de bundel in Donner. En toen mocht ik dit exemplaar overhandigen aan mijn stiefdochtertje. Ah. Ja, mijn stiefdochtertje is een blond meisje. Ja. Die is hier vanavond ook. En, maar ik gaf haar het eerste exemplaar. Ja? En toen had ik ook een gedichtje. Want Weemoed is niet van mijn leeftijd. Weemoed is een pubertje. Die is nooit volwassen geworden. Mm. Dus die is steeds verliefd op meisjes en dit en ander. Dan gaat zo, gezang. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Laat mij weer naast een meisje lopen. Een blond meisje ook nog, zo bid ik erbij. En niet u wil geschieden, maar nou die voor mij. En dat was zoveel toepassing op... Nu we het over de liefde hebben. Het is heel erg gesteld met het huwelijk. En het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft de nieuwste cijfers. Die heb ik voor jullie meegenomen. Het CBS vindt het zelf ook raar. Maar 4 op de 3 stellen gaan uit elkaar. Heel veel. En dat komt, Mark, dat komt door... Door? Ruzie. We maken te veel ruzie. Real-time ruzie. Het is windkracht 10 hier, zware storm. Het huis buldert en kraakt. En de veerdienst tussen mijn vrouw en mij is tijdelijk gestaakt. Het is afwachten nu of ik nog tot haar, dan wel zij nog tot mij geraakt. Maar het fijne daarvan wordt in elk geval hier op Facebook bekendgemaakt. enzovoort. Heb jij een favoriet gedicht, Heus, in de nieuwe bundel? Hij heeft hem net echt voor zich toevallig. Ja, het is heel toevallig met zijn favoriet. Het gaat over bezoek aan de tandarts. En het heet controle. Gaat zo. Want als je op mijn leeftijd naar de tandarts gaat, loopt het nooit goed af. U heeft een gebit als een achterstandswijk, zei de tandarts vanmorgen. Dat zie ik gelijk. Links staan nog wat pandjes, verzakt en vernield. Rechts tel ik 2 krotjes, waaruit kook wordt gedeeld. Alles draait er om drugs, de misdaad gaat rond. Prostitutie tiert welig, pikzwart en hoogblond, lonken meiden naar auto's. Keiharde muziek, David stampend naar buiten. Het geluid is fysiek. Ik kan niet goed schatten hoe lang dat duurt, maar alles is groezelig, grauw aan de buurt. En u wordt misschien somber van wat ik nu zeg, maar dit poets je niet zomaar in 1 avond. Erg, hè?